De schaatsers kijken elke dag hun ogen uit als ze met de bus op weg zijn naar de ijsbaan. Het ene gebouw is nog duurder, hoger, chiquer, imposanter, moderner en aparter dan het andere. Er wordt hier flink met oliedollars gegooid. En dat zie je hier het voorbeeld wel achter ons, denk ik. Wat is dit? Een entertainment center is gesteld voor, volgens mij. Het is de grootste tent ter wereld, schijnt het te zijn. En ja, met het subtropisch zwembad, met zand geïmporteerd uit de Malediven, geloof ik. Dus vrij bijzonder, ja. Dat wil Stefan Groothuis wel eens met zijn eigen ogen zien. We komen terecht in een winkelcentrum, annex attractiepark. En het kan nog veel gekker, annex strand. Als je er geen foto's van maakt, geloven ze dit thuis nooit. Ik wist al dat hier dat een soort met monopoliegeld gesmeten was door die president hier. En dat kun je hier wel zien. Maar de rest van het land gok ik dat het er niet helemaal zo uitziet. Dat klopt, want dit is er ook. Een schril contrast met de gloednieuwe wielerbaan, het grote voetbalstadion en de indrukwekkende ijshal waar de komende dagen geschaatst wordt. Het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Welke ijsbaan in de wereld heeft er 45 hotelkamers bij aanzitten en zo'n mooie accommodatie. Heeft antwoorders? Ja, alleen hier. De baan is aangekleed met afbeeldingen van schaatsers. Ook Groothuis hangt hier aan de muur. De man die vorig weekend de 1000 en de 1500 meter van Chelyabinsk won. Ik heb wel zin om weer gewoon om die eerste prijzen te rijden dit weekend. En je weet dat je in ieder geval in de vorm verkeert waarin dat gewoon goed kan. Dus dat is wel fijn om te weten. In het spoor van Groothuis presteerden ook zijn ploeggenoten Gjeld Nuis en Jan Smeekens vorig weekend erg goed. Misschien komt dat omdat de controlploeg Nederlandse tijden aanhoudt. Om de jetlag en het tijdsverschil van 5 uur buiten de deur te houden. Nou ja, gewoon 2 uur naar bed. En, s'nachts? Ja, s'nachts. En 11 uur... Ik ben elke keer de vroegste nog van de ploeg, dus ik was om 11:15 wakker werd ik. Ja, dan is 11:15 hier. En ja. Hoe laat is het dan in Nederland? 17:45 ochtends, ja. Zo voelt het dan ook? Nee. Nee. Maar je pakt gewoon toch een beetje het voordeel mee dat je minder hoeft aan te passen. Behalve door de schaatsers werd er de afgelopen dagen ook getraind door het publiek. In een hal die onderdeel is van een complex waarvan de geschatte kosten uiteenlopen van 60 tot 140 miljoen euro. Daar hadden ze misschien ook een paar mensen uit de Krottenwijk voor kunnen halen. Maar ja, ze maken hier wat andere keuzes voor.